Communicatie in een crisis is erg belangrijk. Leiders in bedrijven moeten alle informatie zoveel mogelijk doorspelen aan hun werknemers, zodat zij weten waarom bepaalde besluiten worden genomen. Dat was de nadruk die luitenant-kolonel Danielle Feira woensdag legde tijdens de paneldiscussie Vrouwen in Leiderschap. Feira was gast tijdens de vrouwenconferentie in verband met de komst van een vrouwenhandelsdelegatie uit Nederland. Een ander belangrijk punt bij vrouwen in leiderschap is eerlijkheid, zegt Feira. Geef de informatie zo luid en duidelijk mogelijk en wees eerlijk. En als je verantwoording moet nemen voor datgene wat gedaan is, doe dat ook. Dus je moet de informatie vrij duidelijk communiceren en eerlijk aangeven waarom je moeilijke besluiten neemt en waarom je die moeilijke besluiten gaat moeten nemen, zodat mensen dan met je mee kunnen gaan. Denk daarbij ook aan om people-centered leadership uit te oefenen, gericht op de mens, rekening houdende met. Caring voor de mensen, caring voor je land, lobby voor kinderen, zoals ik het altijd zeg. En dat als mensen dat aanvoelen dat jij als leider wil beïnvloeden ten positieve, dan kunnen ze ook zo met je meegaan. En daarnaast heb ik ook nog aangegeven, investeer in jezelf, maar investeer ook in de mensen. Suriname is nu op een punt waarbij je kan zeggen, juist in crisis word je innovatief. Juist in crisis ga je nagaan, wat kunnen we beter doen, anders doen. Wat we al die jaren op een bepaalde manier hebben gedaan, let's change that. Feira vraagt zich af of we alleen bezig moeten zijn met olie en gas en als wij de aandacht vooral moeten richten naar het binnenland. Daar moeten de mogelijkheden worden bekeken om te diversificeren of het anders te doen. Feira vraagt topvrouwen ook te letten op hun mentale gezondheid. Vooral omdat er veel meer van vrouwen wordt gevraagd vandaag aan de dag, hebben we niet eens door dat wij niet zoveel aandacht besteden aan hoe wij zitten tussen onze oren. Veel aandacht aan het fysieke, hoe zien we eruit, we trainen omdat we mooi en slank willen zijn. But at the end of the day, de druk van het leidinggeven, de druk van erbij willen horen, de druk van elke dag moeder zijn, vrouw zijn en ook nog willen performen, dat brengt een zekere druk met zich mee. En mental health, van hoe je zit, als je nou je happy voelt, depressiviteit, dat is er alom. En we hebben niet door dat mensen om ons zien lachen, maar innerlijk kwijnen ze weg. Dus de ruimte moet geboden worden, de drempel moet verlaagd worden, dat mensen heel gemakkelijk met anderen kunnen praten. Heel veel aandacht aan zichzelf kunnen geven, maar ook weten dat ze in de performing die wij doen elke dag weer om Suriname beter te maken, er ook nog ruimte is om aan jezelf te denken. Because that's very important. Dat als je niet goed zit in je, lekker zit in je vel, ga je niet goed kunnen performen. De vrouwenhandelsmissie kwam op zaterdag 19 november aan in Suriname en vertrekt morgen terug naar Nederland.